In deze eerste vakantievlog neem ik je mee tijdens de eerste paar dagen van mijn vakantie. Ik ga samen met mijn ouders 2 weken op vakantie naar Spanje. Daar gaan wij overnachten in een staakcaravan op een camping. En ik neem jullie gewoon lekker mee. De reis begint met een hele lange autorit van ongeveer 1400 kilometer. En dat is op de heenweg opgesplitst in 2 dagen. Dus we hebben 1 overnachting en de reis die duurt aardig lang. Maar ik vertel niet al te veel. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Goedemorgen, het is momenteel zondag. Ik ben in Frankrijk, al zie je daar nu nog niet zo heel erg veel van. Maar we zijn bij het hotel. Want we hebben 1 tussenstop in de reis. We hebben gisteren 12 uur lang gereden met de auto. Nou ja, mijn vader heeft gereden met de auto, want ik heb nog geen rijbewijs. En mijn moeder heeft ook geen rijbewijs. En we hebben nu dus even 1 tussenstop bij een heel klein schattig hoteltje. Hotelletje, ik zal het heel even laten zien. En dan gaan we vandaag nog ongeveer 500 kilometer rijden. En dan zijn we op de camping in Spanje. Zoals ik al zei, het is een heel klein hotel. Maar het is wel heel erg schattig. De kamers zijn overigens ook wel echt heel klein. Ik had wel vannacht het gevoel dat ik op z'n kop sliep. Want mijn bed stond een beetje schuin. Dus ik viel heel de tijd naar mijn muur, zeg maar. Dus ik heb me op een gegeven moment omgedraaid. Want ik werd gewoon duizelig. Ik dacht gewoon, ik lig gewoon zo schuin ondersteboven. Maar dat was dus niet zo, maar... Goed, ik loop even naar de kamer toe, want dan kunnen we zo meteen lekker gaan ontbijten. We zitten hier dus in het hotel en we hebben de allerlaatste kamer. We used to have each other's playlists. No, no. We used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Het huisje ziet er als volgt uit. Het is een beetje donker omdat alle gordijnen dicht zijn vanwege de zon. Het is nu wel koud, want we hebben daar gelukkig een airco. Maar we hebben hier de bank. Daar hebben we even allemaal doeken overheen gelegd, want anders vinden we het altijd een beetje smerig. Het is een wat verouderd huisje, maar op die manier hadden we dus 2 badkamers. Hier hebben we een keukentje. We hebben onze eigen, waar staat hij nu? Dolce Gusto meegenomen, zodat we lekkere koffie kunnen maken. Dan hebben we hier mijn kamer. Normaal gesproken staan deze bedden zo uit elkaar, maar ik heb ze bij elkaar geschoven. Koffers aan die kant, zodat ik een lekker breed bed heb. Ik heb mijn eigen dekbed meegetrokken. Ik heb mijn eigen dekbed meegenomen, want ik heb zo'n zwaartedekbed, dus van een paar kilo. Dus die heb ik. En ik heb mijn eigen kussen meegenomen. Hi. Hier heb ik mijn kledingkast. Nou, jullie hebben kunnen zien in de impactvlog wat ik allemaal heb meegenomen. En dan heb ik hier mijn badkamer. Waar is het licht? Volgens mij zit dat hier. Nee. Hier, ja. Dit is mijn badkamertje. Het is klein, maar fijn. Spiegeltje. Wasbakje met mijn spulletjes. En hier heb ik mijn douche. Gewoon heel simpeltjes. Daar is de douche. En ik heb een eigen wc'tje. En hierachter is het plekje van mijn ouders. Gewoon lekker bedje. En daar, die deur is de badkamer. Dus dat is het huisje. Waar wij de komende 2 weken in zitten. Deze camping staat dus tegen een berg gebouwd. Dus dat betekent dat je echt overal waar je kijkt zijn heuvels. En die moet je ook op en af klimmen. Vooral met de auto moet je echt steile heuvels op. Maar ook wil ik 's ochtends in de ochtend broodjes halen. Dan moet ik ook trappen op, heuvels op. Dus wil je nou een goede beenworkout? Dan moet je vooral naar deze camping gaan. Maar verder is een hele leuke camping. We zijn hier nu voor de 3e keer. Dus ja, het wordt vast weer heel leuk. Je hoort waarschijnlijk de airco op de achtergrond, maar anders is het hier niet te harde. Maar goedemorgen, het is momenteel de volgende dag. Het is maandag. Ik moet nu echt goed gaan nadenken over welke dag het is. Maar we zijn daarna even naar het winkeltje gegaan. En zoals ik al zei, dit is de 3e keer dat we op deze camping zijn. En het winkeltje valt wel even tegen. Want normaal had je echt best wel een grote supermarkt hier. Maar die is gewoon voor de helft kleiner geworden. Maar goed, we hebben hier iets wat ik ga proberen. Dit is een croissantje. Zit altijd goed. Er is een soort van puddingcreme in. En er zit allemaal suiker. Dus ik krem T6. Tot nu toe alleen nog maar croissant. Wel lekker. En dit is ook echt een perfect formaat. Want dit is zo'n mini croissantje. En ik denk niet dat ik zo'n grote croissant hiermee zou willen.
Ik ben een beetje verbrand, maar je hebt dus hier helemaal bovenin heb je dus ook nog een bar met een klein zwembad. Nou, nu ga ik niet zwemmen, maar we gaan dus even kijken bij die bar. Maar dat is dus echt een hele klim, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het is momenteel dinsdag en het is warm. Het is echt heel erg warm. Het wordt gewoon elke dag dat wij hier zijn 30 graden. En soms gewoon tot 35, 36 graden. Dus het is echt heel erg goed warm. Ik lig nu even een beetje half in de schaduw. Verlangen nog kan een boekje te lezen, want nu is de temperatuur nog een beetje te doen. Maar straks ga ik weer terug het huisje in. Gelukkig hebben we airco. En dan ga ik daar maar even overleven. Want gisteren hebben we dus de hele dag aan het zwembad gelegen. En dat vind ik toch altijd wel minder prettig om te vloggen. Want ja, iedereen heeft een bikini. En dat soort dingen. Mensen willen er niet op. Ik wil zelf ook niet op film met bikini. Voornamelijk omdat ik sta voor de klas. Ik hoef niet dat kinderen mijn video's kunnen filmen waarin ik dus allemaal in bikini sta. Dus vandaar kom ik nooit in bikini op beeld. Voor als je misschien afvroeg. Maar andere mensen vinden dat misschien ook niet prettig. Dus bij het zwembad ga ik gewoon niet filmen. Dus zwembaddagen zijn gewoon anti-vlogdagen een beetje. Maar gisteren hebben we dus met z'n drieën met mijn ouders dus heel lang bij het zwembad gelegen. En het was lekker. Alleen de UV-factor was echt, de UV-intake was echt super hoog. Dus we zijn allemaal verbrand. Nu valt bij mij nog wel mee. Ik was gisteren hier een beetje verbrand bij mijn wangen. En een klein beetje bij mijn schouders. Maar mijn vader was echt helemaal, die is gewoon echt een kreeft. Dus we gaan vandaag even niet in het zonnetje. We wilden eerst naar een stadje hier in de buurt met een winkelcentrum, gewoon lekker de airco in. Want dan hoefden we niet buiten zijn en zo. Maar onze vaatwasser werd hier vervangen, want we hadden een vaatwasser in het huisje alleen. Die deed het niet, dus die werd vervangen vanochtend en we hadden geen zin om daarna nog. Dus vandaag is lekker even een rustdagje. Even een kort outfitje van de dag. Hij is heel simpel. Top is een van Shein en deze skort is ook van Shein en verder loop ik op mijn badslippers. Ik heb trouwens echt een zieke mug gebeld op mijn enkel en die jeukt. Ik ben even op pad gestuurd om broodjes te gaan halen, alleen het is helemaal beneden, het winkeltje. En wij zitten wat meer op de helft van de berg, dus we komen net van een stadje, dus we gaan even lopen. En dan voor broodjes halen, of in ieder geval stokbrood. Ik zou zeggen stoplicht, we hebben het stokbrood. En nu gaan we de klim omhoog doen. Dit valt nog wel mee, maar het is toch wel pittig. En het is vooral pittig omdat het zo warm is. Dus ja, kijk, hier gaan we omhoog. Zo, we zijn vandaag bezig shoppen in een shoppingmall hier in de buurt. Zijn we de vorige keer dat we hier op de camping zaten, zijn we daar ook heen geweest. En ik heb een aantal best wel leuke items kunnen scoren. Ik ben bij heel veel winkels ben ik geslaagd, dus dat is heel erg leuk. Ik zal even zo meteen even de items laten zien welke ik heb gehaald. Ik heb 2 rokken, een broek en een jurkje gehaald. Oh, en ik ben nog naar de Sephora geweest om daar mijn favoriete make-up items te halen. Namelijk de Milk Blush en de Milk Highlighter. Want die items zijn gewoon niet te koop in Nederland en dat is gewoon heel erg vervelend. En als ik op een plek ben waar die te koop is, dan sla ik altijd even in. Dus die heb ik even gehaald. En nu heb ik het heel erg warm voornamelijk. Dus wij gaan denk ik zometeen nog even lekker het zwembad in. Dit is het eerste item. Dit is het jurkje. En het is dus een beetje een linnen stofje. Ik vind hem echt perfect. Hij is een mooie lengte. Ik meet dat altijd een beetje zo met mijn arm. Als hij voor over mijn veer komt, dan denk ik hem altijd een goede lengte. Dus dit item is geslaagd. Oké, en dan heb ik dus deze rok geshopt. Hij is heel erg lang, maar dat is op zich niet erg, want ik draag meestal sneakers met een wat hogere sol. Dus dat is perfect. En ik heb hem nu even gecombineerd met een roze topje, want het is hier warm. Maar het kan natuurlijk ook met een roze oversized t-shirt, want die heb ik ook. Dus ja, ik vind deze heel erg leuk. En hij was maar een tientje, dus daarvoor kon ik hem echt niet laten liggen. Dan heb ik deze rok en dit is echt een super lekkere luchtige rok. Hij is wat fel gekleurder
dan dat ik normaal zou nemen. Maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Gewoon met een wit t-shirt erop bijvoorbeeld. Hij heeft dus aan deze kant een splitje. En ja, ik vind hem heel erg leuk. Hij is echt lekker luchtig voor de allerwarmste dagen. Als laatste heb ik deze linnen broek. Hij is wat aan de lange kant. Maar wat ik net al zei met die paarsblauwe rok. Ik heb meestal wel hoge schoenen aan. Dus dan kan ik deze wel aan. Maar hij is echt net aan, zeg maar, qua lengte. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is ja, een heel erg lekker stofje. En ik ben op een of andere manier ineens helemaal weg van deze kleur de laatste tijd. Ik koop allemaal kleding items in deze kleur. Ik vind het gewoon helemaal leuk. Maar dit is dus weer een linnen stofje. Een beetje hetzelfde als het jurkje. En ik vind hem helemaal leuk. Het is een vrijdag. Nu, vandaag hebben we dus niet zoveel gedaan. We zijn vanochtend gaan aqua, gymmen. En verder heb ik vandaag gewoon lekker rustig aangedaan. Ik heb mijn boekie, ben ik aan begonnen. Eindelijk weer. Ik kom er een beetje moeilijk in met het boek. Maar de schrijfstijl vind ik wel leuk. Dus we gaan het zien. We gaan zo meteen even kijken op de plaza. Of we gaan dingen bestellen en dan gaan we in het huisje eten. Of we gaan daar lekker aan een tafeltje zitten. Het ligt er een beetje aan hoe warm het daar is. Zonnetje, schaduw, plek, überhaupt. Dus daar gaan we zo meteen naar kijken. Dus ik heb me even klaargemaakt. Mijn haar eventjes gedaan. Ik heb dus een spray die helpt tegen chloor en dat soort dingen. Maar ik merk niet heel erg veel verschil. Ik spray het er echt heel erg veel in. Maar mijn haar is nog steeds kurkdroog door al dat chloor. Maar ja, dat hoort een beetje bij vakantieharen. We hebben dus ons eigen koffiezetapparaat meegenomen naar Spanje. Want de vorige keer dat we hier waren, was er ook geen koffiezetapparaat. Nu ook niet. En wij houden gewoon hier enorm erg van onze koffie. Dus wij wilden gewoon heel graag onze koffie meenemen. Dus we hebben ons eigen Dolce Gusto apparaat meegenomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb ook een grote drinkbeker meegenomen. Want ik heb hier ook altijd hele kleine glazen. En mijn ijskoffie is altijd best wel groot, zeg maar. Dus ik heb een grote beker meegenomen. Kan ik iedere keer mijn ijskoffie inmaken. En verder heb ik alle spulletjes hier om mijn favoriete ijskoffie te maken. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga even ijsblokjes maken. We hadden dus ons eigen ijsblokjes maken meegenomen. Die heb ik alleen gesloopt. Dus hij is nog maar de helft. Maar goed, nu hoef ik hem niet meer mee naar huis te nemen. Het was zo'n goedkoop ding en hij scheurde gewoon direct. Ijs. Dan hebben we melk. Hier zat een klein beetje melk. Sorry, ik laat het wel afzien. Een klein beetje melk. Dan doen we een klein beetje witte chocolade siroop bij. Zo. Meng ik een klein beetje. Dan doe ik er een espressootje bij. En dan vul ik hem aan totdat ik de kleur goed vind van de koffie. Dat is ongeveer zo. Het is een beetje slecht zichtbaar omdat het weer kaatst. Maar dit is mijn koffietje. Maar vandaag zijn, nou ja, gisteren eigenlijk, zijn mijn nicht en neef aangekomen met hun kinderen. Dus mijn achternichtjes en mijn achternichtje en achterneefje. Dus dat is heel erg leuk. Ze zijn echt wel een stuk jonger. Maar daar heb ik lekker even nog mee gezwommen. En verder heb ik een videootje geëdit. Ik kan hier alleen niet uploaden, want de wifi is hier verschrikkelijk. Dus ik heb letterlijk geen wifi. 4G heb ik ook niet, dus uploaden gaat hier niet. Maar ik kan ze wel alvast bewerkt hebben. Nu heb je gisteren al kunnen zien dat ik dit boek aan het lezen was. En ik heb hem dus in één dag volledig uitgelezen. Ik vind het echt een mega leuk boek. Dus ik ben zeker van plan om meer boeken te kopen van deze schrijfster. Dus als je beginnend bent met lezen, is dit zeker een aanrader. Dus ja, ik kwam er heel snel in. Ja, het eerste hoofdstuk duurde wat langer, maar daarna zat ik er helemaal in. En heb ik hem dus in één keer uitgelezen, in één dag. Dus dit is echt wel een aanradertje om te lezen. Ik vind het echt een hele leuke manier van schrijven. Dus Emily Henry met Beach Read. Dus dat is het eerste boek dat ik heb uitgelezen.
En hiermee sluit ik de eerste vakantievlog af. Ik hoop heel erg dat je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren, want in de volgende vakantievlog neem ik je mee tijdens de tweede week van mijn vakantie. En daar zitten echt een aantal hele mooie beelden bij. Dus zeker kijken.